Goedenavond, welkom, welkom in ons nederige stulpje, het Mauritshuis. Welkom bij dit geweldige concert. Treed u binnen. Dat ga ik doen. Nou, dankjewel. Komt u maar. Ik kom. Alsjeblieft. Veel plezier. Goedenavond. Goedenavond. Hallo, hallo. De pers. De pers. Zit mijn haar goed? Oh, nou. Het zit perfect hoor. Nou. Andere plaatsen zijn ook leuk, maar dit zijn natuurlijk de beste. Hallo, hallo. Welkom nogmaals op deze geweldige avond hier in het Mauritshuis. Ons nederige stulpje hier in Willemstad. Ik ben zeer trots om u aan te kondigen de volgende geweldige muzikanten, waar u de ganse avond heerlijk van zult gaan genieten. En ik hoop dat ik het goed zeg. Daar komen zij als geweldige groep. Daar komen zij aan, de zangeres Margot Kalse. Luidjes op de luid, Earl Christie. Viola da Gamba. Dank aan Nederland. En dan laat ik u nu heerlijk genieten. Dames, heren, zet hem op, hè. Willem van Oranje, Maurits vader, is vermoord in het Prinsenhof in Delft. Maurits is nog net geen 17. Daar is de stoet naar de nieuwe kerk, waar Willem van Oranje zal begraven worden. En daar is Maurits op zijn paard, vergezeld door twee oudere heren, waaronder de graaf van Hohenlo, zijn oom. Breda. En dat was een list om Breda op de Spanjaarden te veroveren. En het idee kwam van de turfschipper zelf, Willem Jacobs' zoon. Die had het bedacht en Johan van Oorde-Barneveld heeft het uitgewerkt. En het was eigenlijk een soort paard van Troje. 70 mannen, soldaten in een turfschip, de turf erbovenop. En omdat de turfschipper bekend was, konden ze dus zo door de waterpoort Breda binnenvaren. Maar ze hadden wel enige tegenslag, want het duurde lang eer ze toch naar binnen konden. En het werd koud en ze moesten niesten en hoesten. En ze waren een beetje bang dat ze zichzelf zouden verraden. Maar uiteindelijk is dat toch niet gebeurd. Het is een lang verhaal wat we nu kort gaan doen. Er was ook nog een spion, een Italiaan, die probeerde daar een beetje achter te komen wat ze daar nou eigenlijk aan het doen waren. Wel begonnen werk, al is ten ver.
Maurits was wel dol op dames. Vrouwen en drank. Bijgevuld. En niemand die doet onder voor de ander. Hè? Je moet elkaar steunen daarin, in het vooral goed doordrinken. Met cervella en ham. Qui veut chasser une migraine, n'a pas toujours du bon. Et maintenir la table pleine de cervella et de jambon. Maurits heeft vele vrouwen gehad, zoals we al gezien hebben. Maar één grote liefde, Margaretha van Mechelen. Hij zorgde goed voor haar. Hij zorgde dat ze een goed huis had en geld en eten en kinderen, drie kinderen ook. Maar hij was daar natuurlijk vaak niet, meestal niet. Dus het was eigenlijk een vaste partner. Maar ze is denk ik heel veel alleen geweest. En dat zal ook lastig zijn geweest. En misschien voor hem ook wel, wie weet. Hij was natuurlijk ook vaak weg op veldtocht. En ja, wat? Ja. En ze heeft hem dus drie kinderen geschonken, waarvan er één jong is overleden. En ook na zijn dood heeft hij uitgezorgd dat zij na zijn dood goed verzorgd achterbleven. Zij en de twee overgebleven jongens. Ja. Mooi hoor, ja, mooi. Jullie ook. Gaat goed, volhouden zo. Ja, als hofmeester van de prins heb ik het natuurlijk razend druk. Iedere dag weer zwoegen voor die man. Maar hij is heel sympathiek hoor, onze prins, jawel. Laatst vroeg hij mij nog, Jacob jongen, je doet zoveel voor mij, je werkt zo hard. Is er iets wat ik jou kan schenken? Is er iets wat je heel graag wil, wat je hartje begeert? Is er iets waar jij nu echt aan toe bent? En toen zei ik, nou, beste prins, Mau, mag ik zeggen. Ik zei, nou, ik ben wel toe aan pauze. En toen zei hij, nou, dat is een uitstekend idee. En dat gaan wij nu met z'n allen ook doen. Even pauze nemen. Ik wens u een heerlijke pauze toe. De drankjes, koffie, thee en fris vindt u daar in onze foyer. En zodra het weer tijd is om plaats te nemen en verder te gaan genieten van deze geweldige groep mensen, dan hoort u dat van mij. Wees maar niet bang. Tot zometeen. Nou, zo kapt hij wel weer, hè? God, we
houdt u toch van? U blijft maar filmen. Oh, dat vind ik geweldig. Wacht, is het wel een klein plekje op de... Dames en heren. Niet echt veel jongens en meisjes. Maar dames en heren. Hey, je bent zo jong als je jezelf voelt. Mag ik u weer introduceren. Nou, onze geweldige groep muzikanten. Daar komen ze weer. Komen ze daar vandaan? Daar vandaan? Daar vandaan of daar vandaan? Wie zal het zeggen? Applaus! We gaan verder bij de ware liefde die Maurits had voor Margaretha van Mechelen. Het volgende lied gaat over het praten met de ogen. Ik lijd onder jouw afwezigheid. Jij verlichtte me met je mooie ogen. Jij verlichtte met je mooie ogen mijn donkere nachten. De mooiste ogen van het hof zijn niets vergeleken met de jouwe. Jouw afwezigheid doet mij wanhopen. De hemel heeft er geen genezing voor. Ter dood werd veroordeeld en onthoofd is. Een oude man die het land had gediend, jarenlang. Aanvankelijk hebben ze heel goed samengewerkt, maar het ontstond steeds meer wrijving, zowel op politiek als op religieus gebied. Al dit ongerijf. Jij boeren neemt exempel en wacht je voor de vos en zit hem op zijn tempo. Te vechten. En hij was sterk vermagerd en is gestorven in Den Haag. Het Onze Vader, wat Maurits zal hebben gezongen, is dat van Utenhoven. En dat is opgenomen door Dateen in zijn psalmenboek. Wien wil geschied, o Heer, geliek opnieren als in Ederik. Geef ons geluid in Lidens Peel, geurs aan alles sinds te zien. Maar we hebben nog eentje voor u toegevoegd.
Want we wilden ook graag een stuk waar we allemaal in konden spelen. En dat is Proba Medeus van Huygens. Constantijn Huygens. Maurits en Huygens hebben elkaar zeker gekend. Willem Statter, Stefan Langhuis, ook een applausje. Dank u. En dan rest mij nog een laatste kleine korte praatje. U ziet, het wordt nog heel gezellig vanavond. Ik wil u als eerste even informeren. Achter in de zaal vindt u fantastische cd's en boekjes. En hele mooie merchandise, mag ik wel zeggen, van deze fantastische groep muzikanten. Mocht u interesse hebben, achter moet u zijn. Daar, ja, helemaal daar. Maar, mocht u daarna ook nog denken, goh, wat heb ik een dorst. Nou, de wijn en andere smakelijkheden, die staan klaar voor u daar in de foyer. Tegen betaling uiteraard, hè? Tegen betaling. Zo zijn we dan ook weer. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot een volgende keer.